Vuurwerk, champagne en oliebollen. Voor deze oliebollenkraam een normale omzet. 11 oliebollen. Met 11 oliebollen. Waarom toch altijd oliebollen? Ik ben er heel erg gek op. In één keer per jaar ga ik even helemaal los. Wij vieren een feestje vanavond met vrienden, dus... Hoeveel oliebollen ga je nou eten? Ik drink. Wat drink je ongeveer? 2 of 3. En oud en nieuw betekent voor sommigen natuurlijk ook vuurwerk afsteken. In deze zaak zijn de vuurpijlen vooral populair. Ja, duizenden vuurpijlen. Wat heel erg is in trekken zijn de grote cakes die je in één keer haak kunt steken. Dat er 4, 5 cakes direct de lucht in gaan. Dat is gewoon heel populair. En ja, energievuurwerk. En met zo'n aanbod is het soms moeilijk kiezen, maar ook aan de veiligheid wordt gedacht. Een bril erbij, wat goed. En die krijg je erbij, samen met lontjes. Niet eng als moeder. Ik vind het doodeng. Maar goed, het is leuk om te zien, maar ik vind het wel doodeng om te doen. Ja, als u wilt weten waar u de beste oliebollen kunt krijgen of vanaf hoe laat u het vuurwerk mag afsteken, kijk dan op nos.nl en in de app, daar staat een spoorboekje voor. De beste oliebollen in Maastricht, bij de Brusselse poort. Auto's uitgebrand. Dit is een van de vele branden van vannacht. Deze is in de Utrechtse wijk Overvecht. In Utrecht waren ook autobranden in 2 andere wijken. Verder gingen in Noord-Brabant relatief veel auto's in vlammen op. Er waren meldingen in Drunen, Os, Tilburg en Veen. Andere autobranden waren in Amsterdam-Noord, Den Haag en Arnhem. Maar er zijn ook mensen die juist de rust opzoeken tijdens oud en nieuw. Vakantieparken en natuurcampings worden druk bezocht. Wij zijn hier voor de rust en hoofdzakelijk... Ik ben aan het logeren op Belfort, in een heel groot huis. En ik heb het prima naar mijn zin. De geluiden die ze hoort... Houdoe.